Op sportcomplex Zoudenbalg ontvangt jong FC Utrecht FC Emmen. De eerste ontmoeting in september eindigde in een 2-0 overwinning voor de Emmenaren. Hier is de uitbraak van jong FC Utrecht met Linden Edhard die aflegt op Jesse van der Haar. En daar komt de bal terecht bij Gibson, ja. Maar die kan niet echt goed reageren. Vrij trap dan van jong FC Utrecht van Ivar Jenner. Daar is de kopbal van Wessel Kooi, maar die gaat een metertje naast. Jong FC Utrecht verloor de laatste 4 wedstrijden allemaal en 6 van de laatste 7. Kan dus wel weer een succesje gebruiken. Moet hier uitverdedigen. In de 24e minuut. En dat uitverdedigen, dat lukt. Komt er dan ook een counter van jong FC Utrecht. Hier wordt voordeel gegeven. En dan is Ja weg. Daar is Van der Haar. Van der Haar met de voorzet. En deze bal niet goed geraakt door Gibson. Ja. En zo blijft het dus 0-0. Corner van FC Emmen. Te Wierik brengt de bal weer voor het doel. Daar is de kopbal van Joey Konings. En Andreas Dietmer, de Deense keeper van jong FC Utrecht, kan die bal dan over de achterlijn tikken. Vrij trap, Linden Edhard. En daar gaat het mis achterin bij FC Emmen. En is het uiteindelijk een eigen doelpunt van Mike Te Wierik? Is het 1-0 voor jonge FC Utrecht? Ulslegel, de keeper, zag er daar ook niet lekker uit. Tweede eigen doelpunt dit seizoen van Te Wierik. Dit is een heerlijke aanval van FC Emmen. En Dietmer die de bal op de lat tikt. De poging van Jorrit Smeets die de aanval ook opzet. Dit had eigenlijk een doelpunt verdiend. En als Dietmer die bal niet had aangeraakt, dan had die bal er ook in gegaan. Weer een vrije trap voor jong FC Utrecht. Eerste minuut extra tijd en Wessel Kooi kopt de bal op het dak van het doel. 1-0 dus. De ruststand in het voordeel van de thuisploeg. Dit is in de tweede helft. De vrije trap van oud FC Utrecht speler Jeff Hardeveld. Deze poging gaat net naast. Dan een paar minuten later. Hier is Joey Konings met de kopbal. En daar is de claim voor Hens van Nazir Held. Maar die claim wordt niet gehonoreerd. En jong FC Utrecht gaat lekker door. Held is ook doorgelopen, maar de bal gaat naar de rechterkant. Naar de 19-jarige Deen Emil Roth-Schlichting. Dat is een oprapertje uiteindelijk voor Ulslegel. Nog een keer kijken naar dat moment. De kopbal van Konings. En dan is het de schouder van Nazir Held. En misschien nog ook zijn andere hand. Maar dat is heel moeilijk te zien. Hardeveld met de voorzet. En de poging van invaller Piotr Parsisek. Maar Dietmer brengt daar redding. Bijna halverwege de tweede helft de vrije trap van FC Emmen. Te Wierik probeert erbij te komen. Dat lukt niet. En dan de inzet van Bernadou. Wordt nog geraakt door de speler van jong FC Utrecht. En Dietmer moet die bal overtikken. Het blijft 1-0. De verre ingooi. En daar in één keer op de slot genomen door Patrick Brouwer. Die net in het veld staat. Het was Parsisek die doorkopte. En zo komt Emmen op 1-1. De verre ingooi. Dan is het niet Parsisek, maar Silas Andersen die daar de bal raakt. En nog een speler van jong FC Utrecht. In ieder geval komt hij heerlijk uit voor Patrick Brouwer die zijn tweede van het seizoen maakt. En de stand daar gelijk trok. Ivar Jenner. En daar is invaller Mees Akkerman. Staat ook net een paar minuten binnen de lijnen. Lijkt wel Hardeveld een duwtje te geven. Maar het doelpunt wordt niet afgekeurd. Het uitverdedigen bij Emmen gaat niet goed. Ja, dit lijkt toch echt een klein duwtje te zijn van Mees Akkerman. Die zijn eerste doelpunt maakte in de keukenkampioendivisie. De 19-jarige rechtsbuiten Ivar van Dinteren. Trainer van jong FC Utrecht kijkt er ook nog even naar. In no time is zijn ploeg na die gelijkmaker van Emmen weer op voorsprong gekomen. Binnen een minuut zelfs. In de extra tijd. Deze kopbal. Overgetikt kopbal van invaller Maarten Pauwels. Inmiddels de 93e minuut. Patrick Brouwer.
En daar staat Mike te Wierig. Die dus behalve een eigen doelpunt ook een doelpunt maakt aan de goede kant. Aan de aanvallende kant. Weer komt Emmen op gelijke hoogte. En Brouwer behalve een doelpunt nu ook een assist. 2-2. Ulslegel geeft de bal mee. Hier wordt Brouwer aangespeeld, uitstekend aangespeeld. En Dittmer is uit zijn goal. En dan gaat hij erin. Weer een invaller die scoort. Desley Ubbink bezorgt FC Emmen in extremis de voorsprong en de winst. En dat betekent dat Jong FC Utrecht zijn vijfde nederlaag op rij leidt. En dat FC Emmen drie belangrijke punten pakt in de jacht op de play-offs. En dus is een blijdschap, ook bij trainer Fred Grim.